De VS blijft toch voor veel bedrijven toch een beetje het beloofde land. Om uiteindelijk echt succesvol te worden met je bedrijf moet je internationaal kijken. There are more opportunities here. Universities have higher budgets. They're usually a bit faster paced than in Europe in terms of decision making. Ja, we hebben grote klanten in Nederland, grote corporates, banken en andere grote bedrijven, maar ook universiteiten. We zijn gewoon gek als we dit niet gewoon op andere plekken in de wereld ook gaan doen. Ja, als je specifiek kijkt naar New York en Boston, daar zitten echt de grootste concentratie van hele goede onderwijsinstellingen. Dus dit is voor ons ook echt een hele goed punt om te beginnen. Gewoon alles rondom immigratie, hoe zorg je ervoor dat je hier mensen in dienst kunt nemen? Ja, dat is natuurlijk allemaal super moeilijk. Dat ga je ook niet in je eentje ontdekken, daar heb je echt mensen voor nodig. Dat vind ik nu inspirerend, want dat zijn voor mij echt dingen die mijn ogen doen openen waarvan ik denk van, ah, wow. Dat is goed om te weten. It's a platform for teachers where they can create their lessons. And our mission eventually is to break down the walls of schools. Teachers are using this right now in 11 universities. So things are going pretty swell and we're only open for 2 weeks. Nou, als Nederlander ben je gewend om klein te denken, om jezelf bescheiden te maken. En dat werkt je hier tegen. Ja, dus ze halen eigenlijk 20% van je verhaal eraf. Dus je moet 20% bij je verhaal bovenop scheppen. Ik heb heel veel geleerd. En bijna alles wat ik heb gehoord stimuleert me wel om hier verder te gaan. Ja, je schrikt toch altijd wel weer een beetje van wat een advocaat heeft te zeggen. Maar goed, dat hoort erbij.